Dit is deel 2 van de creepypasta Er zit iets in mijn vriend zijn duikbak. In deze creepypasta volgen we de duiker Jonathan. Mocht je deel 1 nog niet gezien hebben, dan raad ik aan deze eerst te kijken. Laten we nu snel beginnen met de creepypasta. Mijn hart sloeg over toen ik de woorden las die Thomas geschreven had. Ik keek naar hem op en zijn ogen stonden smekend. Oké man, ik ga naar boven. Ik zal kijken of ik wat aan dat belletje kan doen, zei ik, hopend dat hij mijn boodschap zou begrijpen. Thomas knikte. Oké, ik blijf hier. Ik sprintte de kamer uit met een bonzend hart en rende naar de controlekamer. Lee en Haley waren daar al op mij aan het wachten. We hebben een... begon ik, niet eens wetend hoe ik moest uitleggen wat er nou precies gebeurd was. Maar Haley onderbrak me. Thomas gaf ons een boodschap terwijl we hem omhoog hezen. Ik stopte midden in mijn zin. Mijn hoofd tolde. Alles viel nu nog sneller uit elkaar dan ik kon bevatten. Wat? Hoe? Welke boodschap? Het klikken. Het kwam vreemd op me over. Thomas is meestal zo kalm en beheerst en dit was niets voor hem. Ze gebaarden allebei naar het computerscherm. Ik luisterde nog eens naar het geklik van Thomas. Het was Morse, John. Hij spelde een Morsecode in zin. Wat zei hij dan? Lee gaf in plaats van Haley antwoord. Breng me niet naar boven. Breng me niet naar boven. En hij herhaalde dit de hele reis. De hele reis naar boven zei dat we hem op de bodem moesten achterlaten. We hoopten dat jij hem tot reden kon brengen, vervolgde Haley terwijl ze hem aankeek. Iets moet hem daar beneden bang hebben gemaakt. Hij denkt niet meer helder na. Ik haalde diep adem in een poging mezelf te kalmeren. Ik denk dat er daar beneden iets ergs is gebeurd, zei ik uiteindelijk. Thomas zegt dat hij in orde is, maar hij schreef dit. Ik overhandigde hen het stukje papier. Haley werd bleek en Lee fronste zijn wenkbrauwen. Maar ik zag een flits van angst in zijn ogen. Wat betekent dit in godsnaam? Zit er iets in zijn pak? Hoe zou hij... Dus hij zei dat er niets aan de hand was, maar gaf je dit, zei Haley. Waarom zou hij dat doen? Ik weet het niet, gaf ik toe. Niets van dit alles is logisch. Maar ik denk dat, wat het ook is, hij het ons niet hardop kan vertellen. Hij heeft dit bericht opgeschreven. Hij stuurde ons een bericht in Morse op weg naar boven. Misschien is er echt iets in zijn pak terechtgekomen. En als ze ons probeert te waarschuwen, doet het hem pijn. Lee snoof spottend. Hoor je jezelf, John? Er is iets in zijn pak gekomen? Wat betekent dat in godsnaam? Hoe kan iets door de verzegeling heen zijn gekomen? Ik weet het niet, Lee, herhaalde ik. Misschien is hij gewoon, ik weet het niet, een beetje gek geworden? Stikstofnarcose misschien? Haley schudde haar hoofd. Stikstofnarcose doet niet zoiets als dit. Wat stel je dan voor dat we doen? Vroeg Lee. Hij was nog steeds sceptisch en dat kon ik hem niet kwalijk nemen. Dit was krankzinnig. Maar toch, ik kon niet vergeten hoe bang Thomas had geklonken net voor zijn radio uitviel. Alsof hij iets gruwelijks had gezien. Oké, wat is het plan? Vroeg Lee. We hebben nog maar ongeveer 2 uur voordat de Chinezen arriveren. We moeten hier weg, besloot Haley. We hebben al genoeg problemen zonder met de regering te maken te hebben. John en ik zoeken wel uit wat we met Thomas gaan doen. Lee wierp me een blik toe en liep toen de controlekamer uit, naar de brug van het schip. En ik keek naar Haley. Dus, wat is het plan? Ze haalde haar schouders op. Ik weet het niet. John, kan er iets in zijn pak zijn gekomen? En waarom gedraagt hij zich zo? Geen idee. De manier waarop hij klonk voordat de radio uitging, alsof hij iets verschrikkelijks had gezien. Ik heb het ook gehoord, zei Haley. Hij klonk bang en ontzet. Ik heb Thomas nog nooit zo gehoord. Ik ook niet, knikte ik. We gaan terug naar het vasteland, besloot Haley uiteindelijk. Onze werkgevers weten wel wat ze moeten doen. Ondertussen proberen we meer te weten te komen van Thomas. Dus we houden echt rekening met de mogelijkheid dat er iets in zijn pak zit? Haley keek me doordringend in mijn ogen aan. Hij heeft nu een waanvoorstelling. Tot we aan land zijn en hem professionele hulp kunnen geven, moeten we op die waanvoorstelling inspelen. Ze klonk vastberaden, maar ik zag een sprankje in haar ogen. Angst? Twijfel? Ze was niet helemaal overtuigd van haar eigen woorden. We gingen naar beneden naar het vrachtruim. Thomas zat nog steeds op de container. En toen we binnenkwamen, keken zijn ogen op, vol wanhoop.
Ik hield een stuk papier omhoog dat we met Haley hadden voorbereid voor we naar binnen gingen. In grote letters stond erop geschreven: onderweg naar vasteland voor hulp. Wat is het? Thomas' zijn ogen dwaalden over de bladzijde. Bijna onmerkbaar schudde hij zijn hoofd. Ik legde papier en potlood voor hem neer. We zijn teruggeroepen naar het vasteland, zei ik, in een poging kalm te klinken. En Thomas knikte naar me. Hij was iets aan het opschrijven, maar ik kon niet opmaken wat. Heb je ze verteld dat er niets meer te halen valt? Zei hij afwezig in een poging het gesprek gaande te houden. Nee, antwoordde Haley. We hebben nog niet gebeld. Thomas' zijn blik ging even omhoog van het papier en toen weer omlaag. Hij schoof het naar ons toe. Ik kan niet wachten tot we weer aan land gaan, zei hij. Op het papier had Thomas één enkele zin opgeschreven en meerdere keren onderstreept. Er stond: breng me niet aan land. Ik wierp een zijdelingse blik op Haley. Thomas, misschien moeten we... begon ik. En Thomas verkrampte plotseling. Boog voorover alsof hij een stomp in zijn maag kreeg. In een reactie boog ik ook voorover en greep ik zijn schouder om hem in evenwicht te houden. En er bewoog iets onder mijn hand. Met een enorme kracht boog Thomas zijn arm naar achter, weg van mij. Alsof hij getrokken werd door een onzichtbare kracht. Er klonk een krak en zijn hele arm boog in een onnatuurlijke hoek. Ik schrok en deed een stap achteruit. Thomas' zijn ogen schoten naar me toe. Hij keek me smekend aan om hem niet aan te raken en ik verstijfde. Haley wees met een trillende vinger naar Thomas' zijn schouder. Precies waar ik hem had aangeraakt, was het duikpak naar buiten gebold. Een volle 2 centimeter van het pak opgebloeid in een deinende, golvende massa. Ik deinsde vol afschuw terug. De bobbel pulseerde organisch en trok zich even snel als hij weer gekomen was terug. Thomas was op dit moment ziekelijk wit geworden. Hij pakte het stuk papier op en het potlood en hij schreef: help me. We laten je weten als we in de buurt zijn, stamelde Haley, terwijl ze van Thomas wegstapte. Ik volgde haar, zonder mijn ogen van Thomas af te halen. Hij glimlachte naar ons, van pijn of van angst, ik wist het niet. We strompelden de gang in en sloegen de zware deur achter ons dicht. Wat was dat in godsnaam? Fluisterde Haley tegen me. Ik weet het niet, mompelde ik, mijn hart bonzend in mijn keel. Er is echt iets met hem in dat pak. Ik kon het voelen toen ik hem aanraakte. Wat zou dat kunnen doen? Vroeg Haley ongeloofwaardig. Ik heb geen idee. Wat doen we nu? We gaan het liever tellen, zei Haley. En dan bedenken we wel iets. We gingen naar het dek en door naar de brug. De nacht was ondertussen al gevallen. En Lee had het schip in beweging gekregen, op weg naar de dichtstbijzijnde haven. Hij keek naar ons op toen we binnenkwamen. En, hoe is de situatie? Struikelend over onze woorden, legden we uit wat er gebeurd was. Lee zijn gezicht bleef leeg toen we het vreemde organische uitsteeksel op Thomas' zijn pak beschreven en hem de boodschap lieten zien die hij voor ons geschreven had. Dus, je denkt dat er echt iets in het pak zit? Vroeg hij uiteindelijk. Ja, antwoordde ik. We hebben het gezien. Het bewoog. Het bewoog, verdomme Lee. Hij brak zijn arm toen ik het aanraakte. Lee ging weer terug op zijn stoel zitten en wreef in zijn ogen. Shit. Shit, wat nu? Wat moeten we doen? Nou, we kunnen hem niet aan land brengen. Wat voor reden dan ook, hij schijnt te denken dat het een slecht idee is, dus moeten we het hier afhandelen? We moeten uitzoeken wat er bij hem is, zei Haley. Maar we kunnen niets doen als we niet weten wat er in hem zit, counterde Lee. Hoe gaan we dat doen dan, vroeg ik. We kunnen er niet over praten en hij kan niet zomaar dingen blijven opschrijven. We krijgen nu al nauwelijks korte zin uit hem. We waren een tijdje stil en wogen onze opties af. Ten slotte nam Lee het woord. Iemand zal het hem gewoon moeten vragen. We kunnen niet anders. Denk je echt dat dat een goed idee is? Vroeg Haley. Hij heeft nog niet hardop gezegd. Daar moet een reden voor zijn. Ik kan niets beters bedenken, gaf Lee toe. We moeten meer te weten komen. Een pen en papier is niet genoeg. Wat als het niet veilig is, zei ik. Wat het ook is, hij is nog niet uit zijn pak gekomen. Misschien kan dat het niet. Misschien is het daar in het pak veilig. En bovendien kan Thomas niet in nog meer gevaar verkeren. We moeten het er maar op wagen, zei Lee. Maar wat als het ontsnapt? Als ik binnen ben, sluit jij de deur achter me. Als ik eruit moet, klop ik op de deur. Dan weet je dat het veilig is om open te doen. En wat als het niet veilig is, vroeg ik. Dan moet ik het er maar mee doen,
antwoordde Lee. Zijn hand dwaalde af naar zijn riem, waar hij een klein pistool in een holster had. Haley legde een hand op zijn schouder. Weet je dit zeker? Absoluut, zei hij. We moeten Thomas helpen, maar dat kunnen we niet doen als we niet weten wat er bij hem in het pak zit. We gingen naar beneden, naar het vrachtruim. Mijn hart bonkte en mijn mond was droog. Haley was bleek. Lee leek kalm, maar ik kon zien dat hij zich nauwelijks kon beheersen. We stopten voor de deur van Thomas' zijn kamer. Veel geluk, fluisterde ik. Maak je geen zorgen, zei hij, terwijl hij me een holle glimlach toewierp. Ik ben zo terug. Hij opende de zware stalen deur en stapte naar binnen. Ik ving een glimp op van Thomas, die nog steeds op de container zat. Zijn hoofd was laag naar beneden gebogen. Lee keek terug naar ons en knikte. Ik zwaaide de deur dicht en verzegelde hem en wendde me toen tot Haley. En wat nu? Nu wachten we, zei ze. We konden Lee aan de andere kant horen praten, maar de dikke muren reduceerden zijn geluid tot een onverstaanbaar geroezemoes. Een geschreeuw uit het laadruim onderbrak me. Ik herkende de stem. Het was Lee. Zijn stem klonk verwrongen, van onvoorstelbare terreur, schreeuwend zonder woorden. Een schok, toen nog één, en nog één, die de deur van het laadruim deed schudden. Ik realiseerde me wat Lee aan het doen was. Hij was wanhopig op de deur aan het slaan. Laat me eruit! Laat me eruit! De schreeuw ging zelfs door de metalen muren. Met trillende vingers maakte ik de deur open. En hij zwaaide open en Lee tuimelde naar binnen, viel op de grond en kroop weg. In het ruim ving ik een glimp op van Thomas. Hij zat niet meer op de container. Hij was op de grond gevallen. En ik schreeuwde van afschuw bij het zien wat er met hem gebeurde. Zijn hele lichaam bewoog, op een manier die een lichaam nooit zou mogen bewegen. Zijn omtrek was nauwelijks menselijk, verwrongen met tumorachtige gezwellen. Onder het duikpak, zijn armen en benen kronkelden in onnatuurlijke hoeken. Het kraken van botten deed gal in mijn keel stromen. Doe de deur dicht, sluit hem! Haley's commando bracht me weer bij zinnen. Ik duwde op de zware metalen deur en die sloeg dicht. Thomas buitensluitend. Ik strompelde achteruit. Lee sprong overeind met zijn ogen wijd en wijd open. Hij duwde mij en Haley opzij en sprintte de trap op. Oh god, oh mijn god, fluisterde ik tegen mezelf. Te geschokt om na te kunnen denken. John, hou je rustig, zei Haley, terwijl ze aan mijn schouder schudde. Het kon me niet schelen. Oh mijn god. Haley sloeg me en de pijn bereikte wat mijn woorden niet konden. Zag je dat? Vroeg ik met een trillende stem. Ik weet niet wat ik zag, antwoordde Haley. Wat waren die Chinezen aan het vervoeren? Wat bedoel je? Vroeg ik. Begrijp je het dan niet? Een regeringsschip zinkt, ze doen geen moeite om een reddingsteam te sturen, maar starten een bergingsoperatie in recordtijd? Het schip had iets aan boord, iets geheims, iets gevaarlijks. En het kwam vrij of ontsnapt of wat dan ook, toen het schip zonk. Een luide knal onderbrak haar. Mijn hart sloeg een slag over toen ik besefte wat het was. Een geweerschot. Ik rende naar boven met Haley vlak achter me. We stopten gelijk toen we het dek bereikten en zagen wat er lag. Lee lag languit op de grond. Bloed stroomde uit zijn slaap en zo de koude nachtlucht in. Hij had de muur achter hem rood geverfd. Het pistool was uit zijn handen gevallen en lag op de grond naast het lijk. Ik viel vol ongeloof op mijn knieën. En Haley haastte zich naar de zijkant van het schip en kotste in het water. Hij, wat? Mompelde ik, het niet begrijpend. Haley liet zich naast me op de grond vallen. Lee, nee, oh mijn god, Lee. Een geluid onderbrak mijn verdriet en deed mijn hart kelderen. Vanaf de trap achter ons klonk het gedreun van zware metalen voetstappen die zich omhoog trokken naar het dek. En ik zag hoe een gedaante zich in zicht sleepte. Het strompelde op verwoeste benen. En het sleepte zich voort aan zijn verbrijzelde armen. Het kroop op alle vier als een soort dement insect. Zijn hele massa pulseerde en kronkelde onder het zware duikpak. Eén enkel verwrongen woord kwam uit zijn mond. Thomas was ontsnapt. En dan nu, zoals altijd, de shoutouts naar mijn betaalde leden. Julian, Lord Dark Raya, Edward Kerkhoff, Demon Gamer HD, Milo Danka, Bazooka Beaver, Neon Anemoli, Gerrit Schaapman, Lonely Teaspoon, Red Seiji, Irahi, Lucifer Morningstar, Jurgen Willems, Vlogbroeders, Seth en Jay Risti,
Stefan Johnson, Tommy Jon, Florian Bruinenberg, Illegal Freedom, Nova, Melvin Gijzen, Damien van Tongeren, Lila VD, Levi Kalier, Melissa Prins, Ferry Overdijk, Lil Demon, Apple Pie 59, Tabo Meerkat, DJ Fuzzy 1984 Elfux, Een Omgekeerde E, Billy, Mouse 93, Marcus, Ryan Te Kaat, Lasse, Vicky Kessels, Cass Crash, Arvid Gunnarsson, Elise Discohan, Tyrese, Peppy Blake Mobiel, Chewy en Ely Piepelers. Wil je zelf een betaald lid worden en het kanaal supporten? Klik dan op deze knop. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.